Hoi, ik maak even een filmpje met op mijn oude kamer met mijn oude camera en dadelijk edit ik hem op mijn oude laptop. Want ik ben sinds een paar dagen in Hellevoet, moest op mijn kat passen en ik ga morgen naar Barcelona. En ik dacht, voordat ik wegga, die dagen moet ik even een filmpje uploaden. Dat was ik vergeten en ik had daarom wat anders geüpload wat op mijn oude laptop stond. Dat vond iedereen echt niet zo leuk. Of jullie begrepen het niet, dat snap ik. Dus daarom dacht ik, nou, dan neem ik even snel wat anders op. Ik zag dit in de supermarkt en ik dacht, oké, dit is super tof. Hier ga ik gewoon een filmpje over maken, heel random. Totaal iets anders dan normaal, maar ik vond het echt... Altijd als ik iets nieuws zie in de supermarkt, dan moet ik het proberen. En dan, ja, ik weet niet hoe vies het me ook lijkt. Twix, shake en snack. Ik heb ook nog helemaal niemand anders erover gezien of zo. Ik had wel, volgens mij had Serena Malteser... Daar is ook zo'n drankje van, maar ze had haar eigen recept bedacht. Maar je hebt deze dus ook in Malteser voor. Ik dacht, dan ga ik een keer de Twix proberen. Dus ik ga eerst kijken wat in godsnaam de bedoeling is. Oh god. Dat is fijn. Ik open het en het pad echt over mijn kleding heen. Het is heel grappig, want er staat echt totaal geen uitleg verder bij. Dit zit er dan bij en er staat shake en snack. Maar ik vraag me nu af of ik dit erin moet mengen en dan moet shaken. Ik denk niet dat als je dit erop doet dat dit heel erg goed afsluit. En dat ik dan alsnog onder zit. En ik denk dat dit gewoon Twixjes zijn. Echt heel stom dat er geen uitleg over op staat. Ik dacht echt, er zit echt logica in dat je dit misschien erin moet doen. Maar dat is er dus niet. Dus ik denk dat ik dit maar gewoon ga proeven. Het ruikt naar gewone chocolademelk. Dus ik hoop dat het wat spannender is. Het is wel wat dikker en romiger. Het smaakt naar Twix. Nou, ik proef ver weg wel iets van karamel, maar er zit trouwens 248 calorieën in dit drankje en de dingen bij elkaar. Dus dat is nogal wat. En het is ook echt, even kijken hoeveel zit hierin, 167 milliliter. Nou, er moet echt niet meer in zitten, want het is echt heel vullend en zoet, misselijkmakend. Op zich vind ik het wel heel lekker eigenlijk. Ik vind het echt net iets te zoet. En ik ben de laatste tijd snoep bijna helemaal niet. Dus ik word heel snel misselijk als ik iets zoet eet. Hij mag wel iets minder vol en romig. Maar ik denk dat hij warm ook heel erg lekker is. En nu ga ik een Twix eten wat waarschijnlijk gewoon een Twix is. En ik snap echt niet de hele bedoeling hiervan. Twix. Wat ik denk hier gewoon het idee van is. Is dat je... een lekker drankje en een snack in één verpakking koopt en het gewoon een goede combinatie is om samen te eten en te drinken en daardoor gelijk ik weet eigenlijk geen idee hoe duur dit was, maar volgens mij denk ik niet heel erg goedkoop, maar het is op zich wel handig als je gewoon 's middags even een korte pauze hebt en je hebt even die sugar rush en je hebt zin in iets zoets en iets lekkers. En dat je dan niet gelijk een hele chocoladereep koopt. Maar gewoon even iets kleins. Ook al is het nog steeds heel veel calorieën en ongezond. Maar het idee is leuk. Het zou super tof zijn als het bijvoorbeeld ook met kleine hoeveelheden cola en chips of zo. Dat, weet je hoe chill dat zou zijn. En dan gewoon, weet je wel, gewoon kleine... Ja, dit is gewoon een heel klein drankje. Maar het voelt zo erg. Ik ben echt een beetje misselijk. Maar goed, het idee is leuk, maar ik had echt zoiets van toen ik het in de verpakking zag, zo, krijg ik een beetje het idee alsof je het nog zelf moet gaan shaken en je het bij elkaar kan gooien ofzo, wat in principe ook zou kunnen, maar ik denk niet dat dat veel nut heeft en dat het nog zoeter wordt. Ik heb dit trouwens gewoon bij de Albert Heijn gekocht. De prijs weet ik dus helaas niet meer. Maar ja, ik denk dat het tussen de 1,50 2 euro wel kost, denk ik. Gok ik. Durf niet te zeggen. Ik vind het idee heel leuk. Ze hebben dus ook in Malteser vorm. Vind ik ook heel erg lekker. Maar ja, weet niet. Ik denk als je even in de sugar rush zit, dat het super lekker is.
Maar nu, ik heb net geluncht en het is echt, ik ben misselijk. Het is heel vol romig, maar wel lekker. Maar op zich, het zou spannender zijn als ze bijvoorbeeld die crunch, die biscuit die in de Twix zit, dat ze die dan verkruimeld hadden en dat je die dan bijvoorbeeld in kon gooien. Maar misschien vinden heel veel mensen dat ook qua substantie smerig. Dat je dan drinkt en dat er dan zo van die krokante stukjes in zitten. Maar dat idee, ja, ik weet niet, dat idee had ik een beetje. Dus uiteindelijk, ja, je hebt nu ook in de supermarkt een marsdrankje en zo. Uiteindelijk lijkt het gewoon heel erg Milky Way, gewoon op chocolademelk. En je moet op zich weten dat het Twix is, wil je dat echt terugproeven. Dus dat is wel jammer. Dus. Maar goed, het idee is leuk. En misschien, ja, leuk als ideetje is een keer tussen de middag van school naar de supermarkt gaat en echt zin hebt in chocolademelk met iets lekkers. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. En als jullie dit soort dingen vaker willen zien waarbij ik nieuwe producten proef, dan hoor ik het graag. Ik vind het altijd heel erg leuk om te doen. Kookfilmpjes gaat, ja, dat wordt heel veel naar gevraagd. Maar dat wordt, het is gewoon lastig omdat ik op mezelf woon en op kamers. Dus de keuken is gedeeld. Ik vind het niet netjes om in openbare, ja, openbare ruimtes te filmen waar die ik met andere mensen deel. Dus dat ga ik niet doen. Ik kan het soms hier thuis dan doen. Maar ja, het wordt gewoon lastig. Ik snap wel dat jullie het missen, maar ja. Dus ik ga vloggen in Barcelona. Dus ik zie jullie over een paar dagen weer terug. En shoppen. Shoplog. Wow, ik ga naar een shoppingmall met Forever 21, Pull&Bear, Bershka, H&M, Starbucks, Kiko, Inglot en Sephora. Dus I'm very excited. Ik hoop weer terug te komen met een grote shoplog en een leuke vlog. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Peace out.